Ja, laten we gewoon beginnen, Martijn, met een knaller uit Rotterdam, de VVD. Moet ik even bijzeggen, het is van Vincent Karremans van de VVD. We zijn alle filmpjes een beetje langs gegaan, maar ik moet toch, we gaan ermee beginnen. Dit is de beste ooit. Toch? VVD Rotterdam. Ja. Ever. Ja. Ik hou van deze stad. We hebben natuurlijk ook een wooncrisis, waarbij de oplossing enerzijds is bouwen, bouwen, bouwen. Maar anderzijds weten we ook dat loesje opkopers en huisjesmelkers de zaak verzieken voor gewone Rotterdammers. En Rotterdam kent problemen met criminaliteit. Zowel klein als groot. En ik kan het weten, er is ook geschoten in mijn eigen f***ing straat. Ja, geregisseerd door Christopher Nolan. Holy shit, ja, dit is volgens mij, dit heeft een halve ton gekost. Dus het gaat goed met de VVD in Rotterdam. Ja, Vincent Karremans. Goed, we gaan even snel door. Want de volgende is ook van de VVD. Dat is de VVD Katwijk. Daar was iets minder budget voor. Dit is een van de gevaarlijkste kruispunten van onze gemeente. Dagelijks rijden hier honderden, misschien wel duizenden leerlingen heen en weer van huis naar school en weer terug. En al die mooie woorden verder zijn er nog steeds geen oplossingen voor dit kruispunt. Dat kan en dat moet anders. Oh. Oh, sorry mam, ik had je even moeten waarschuwen. Mijn moeder, de sushi ligt nu tegen het plafond. Komt wel over in ieder geval. Dit was Bastiaan Zuiderduin van de VVD Katwijk. Zijn ook sommige budgetten zijn kleiner. Bijvoorbeeld Pro 98, de samenwerksverband PvdA D60 en Pro Barneveld hebben het vrij compact en hard gemaakt. Laten we kijken. Nou, dat is hem. Helder. Heel erg mooi. En dan zie je ook dat bijvoorbeeld Annemiek de Groot van Leefbaar Borger Odoorn, die presenteert zich op een andere manier. Ik word wel heel blij van Annemiek. Zij is lief, hè? Ja. Even een vraagje kort tussendoor. Hè? Annemiek de Groot, ik noem de naam nog even. Ja, heel goed. Even een kort vraagje tussendoor. De landelijke partijen en de lokale partijen, moeten zij zich nou houden aan de standpunten van hun grote broertje of zusje? Nou, ik denk dat ze zich vooral voor op de lokale politiek bezighouden. Dus dat zal wel een klein beetje doorcijpelen. Maar zij zijn er echt voor de mensen gewoon in de buurt. Okay. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel grote landelijke thema's die ook doorschrijven naar lokale, hè, betaalbare woningen en dat soort zaken. Precies. Heel ouderwets. Nee, ja. De vraag was, kunnen de partijen... Mijn kleine presidentje. Ja, kunnen de lokale partijen, moeten die zich houden nog aan de regels van grote broer of zus? Ik denk wel dat er bepaalde regels zijn, maar ik weet niet of zij... Zij houden zich gewoon bezig met de lokale politiek, dus wat daar aan dus de ze kunnen af en toe wel lekker hun eigen dingetjes doorduwen. Soms wel, ja. Zoals al deze filmpjes. Absoluut, ja. Ik weet ook niet. Ik vraag me ook af of de grote heren ook soms wel eens toestemming hebben gegeven om dit soort filmpjes te maken. Maar goed. De volgende is Hans Groenewegen van de VVD De Ronde Venen. En hij wordt gevraagd of hij zich in één zin voor kan stellen. En dat doet hij als een echte politicus. In één zin. Ik ben een ondernemer. Ik ben absoluut een mensenmens. Ik denk in oplossingen en in mogelijkheden. Er is altijd wel een goede weg uit. En ik ben overtuigd liberaal. Ja, maar... Precies één. Er is toch niks mis mee? Nee, Hans. Ik vind het fantastisch, Hans. Ik vond deze ook wel erg mooi. De VVD lag een beetje onder vuur met een poster over een hangmat. Maar deze poster van het CDA Kampen, daar hoorde hij dan helemaal niets over. Hierbouwt CDA Kampen voor starters. Oh, dat is een beetje... Senioren. Een beetje ongelukkige teksten, dit. Meer zien? Ga naar kijk.nl. Kijk opent je ogen.